Vorige week heb ik je laten zien hoe je met behulp van de WooCommerce-plugin een webshop kunt maken. Deze week ga ik je laten zien hoe je met behulp van de betaalprovider-plugin van Molly daadwerkelijk betalingen kunt gaan ontvangen op bijvoorbeeld iDeal, creditcard en je PayPal. Hoi, mijn naam is Roger en welkom in de WordPress Lounge. Vandaag ga ik je laten zien hoe je Molly betaalmethode kunt instellen in je WooCommerce-webshop. Laten we beginnen. Het eerste wat we moeten doen is een account aanmaken bij de betaalprovider Molly. Hiervoor gaan we naar molly.nl. En dan zie je hier ontvang vandaag nog online betalingen staan. Nou, dat willen we natuurlijk, dus klik ik hier op aanmelden. Dan beginnen we met een account aanmaken. Ik vul mijn naam in, mijn e-mailadres en ik maak een wachtwoord aan. Ook wil ik graag op de hoogte gehouden worden door nieuws van Molly, dus wink ik dit vakje ook nog aan. En dan klik ik hier op account aanmaken. Zo, nu kunnen we aan de slag met Molly. Het eerste wat ik moet doen om live betalingen te kunnen accepteren in mijn webshop is extra informatie invullen over mijn bedrijf. Om dit te doen klik je hier op Activeer Account. Dan vul je hier al je bedrijfsgegevens in zoals je KVK-nummer en je BTW-nummer. Ik heb al eerder een account aangemaakt en deze geactiveerd, dus dit sla ik voor nu even over. Normaal zou je hier dus alle zesde stappen doorlopen en alle informatie invullen, dat wordt gevraagd. Bij de stap betaalmethodes heb je veel keuze uit allemaal betaalmethoden, waaronder de meest gebruikte in Nederland, iDeal, PayPal, creditcard en de bankoverschrijving. Als je ook verkoopt aan België, zou ik ook bankcontact instellen als betaalmethode. Ik ga nu even terug en dan klik ik op Bekijk API Keys. Dan zie je twee API Keys staan, de Live API Key en de Test API Key. Bij mijn Live API Key zie je nog zichtbaar wanneer je websiteprofiel is goedgekeurd staan. Als je al je gegevens hebt ingevuld, zie je hier dan je Live API Key afgeschermd staan. Dat is de key die je invult in de instellingen van WooCommerce om je live betalingen in te schakelen. Maar eerst is het belangrijk om te testen of dit werkt door de Test API Key te gebruiken. Dus deze kopieer ik en dan ga ik terug naar mijn WordPress dashboard. Dan ga ik naar Plugins, Nieuwe plugin en zoek ik hier naar Molly. En dan ga ik deze plugin Molly Payments for WooCommerce installeren. Na de installatie en activatie klik ik bij deze plugin op Molly instellingen. Dan zie je staan dat we nog de API key moeten invullen. Dan scroll ik wat naar beneden en zie je hier activeer de testmodus staan. Deze vink ik aan en dan verschijnt het veld waar ik de test API kan invullen. Dus hier plak ik mijn test API key in. Als je dan naar beneden scrolt zie je alle betaalmethodes die je kan instellen met Molly. Ik wil bijvoorbeeld dat klanten via PayPal producten kunnen kopen in mijn webshop, dus zet ik deze aan. Ook kies ik voor Molly Credit Card en wil ik dat klanten via iDeal kunnen betalen. Belangrijk is wel dat je hier de methode selecteert die je ook hebt geselecteerd tijdens de activatie van je Molly account. En dan klik ik hier beneden op wijzigingen opslaan. Als ik dan weer naar iDeal ga en dan klik op beheren, kunnen we deze verder instellen. Je ziet de titel en je kan aangeven of je het iDeal logo wilt laten zien. Dit laat ik allemaal zo staan. Bij de beschrijving kun je bijvoorbeeld bedankt voor je bestelling typen. Hieronder staat er nog select your bank. Aangezien mijn webshop Nederlandstalig is, typ ik hier ook even selecteer je bank. En dan sla ik mijn wijzigingen op. Je kan ook de verschillende betaalmethodes verslepen. Zo stel je in welke betaalmethode bovenaan staat tijdens het afrekenen. En scroll dan nog even naar beneden om je wijzigingen op te slaan. Dan gaan we nu kijken of het allemaal werkt zoals het moet werken. Hiervoor ga ik naar mijn winkelpagina. Ik plaats de fotografiecursus in mijn winkelmand en ik ga gelijk naar afrekenen. Dan zie je al gelijk de optie voor iDeal hier rechts staan. Ook zie je mijn ingevulde bedankje en dat bij het selectiemenu voor de bank de tekst in het Nederlands staat. Dan vul ik al mijn gegevens in. Ik kies een bank en klik op bestelling plaatsen. Dan krijgen we een scherm die klanten niet zullen zien. Maar omdat we een testbetaling aan het plaatsen zijn, krijgen we nu de optie om de status van de betaling door te geven. Zo kun je testen hoe het eruit komt te zien bij een betaalde bestelling. Of bijvoorbeeld een geannuleerde bestelling. Dit is handig als je wilt testen hoe deze verschillende statussen worden weergegeven in de mail of in WooCommerce zelf. Maar voor nu kies ik voor de status betaald en klik ik op ga verder. En dit brengt ons naar de afrekenpagina. Zo ziet de klant alle bestelgegevens en zijn of haar factuuradres. Als ik dan naar mijn mail ga, zie je dat ik als klant een mailtje heb ontvangen waarin staat dat bestelling is ontvangen en wordt verwerkt. Als webshop-eigenaar zie ik dan in mijn WordPress dashboard dat er een nieuwe bestelling is geplaatst. Als ik dan op bestellingen klik, zie je dat een klant de fotografiecursus heeft aangeschaft. Bij bestellingenacties kun je een actie kiezen.
Zo kun je bijvoorbeeld een factuur opnieuw mailen of als je een downloadbaar product hebt, kun je de downloadrechten opnieuw verlenen. Als een klant het product toch niet wilt hebben, kun je ook het geld terugbetalen. De beste manier om dit te doen is door niet hier op terugbetalen te klikken, maar om dit te doen via je Molly-account. Als ik inlog op mijn geactiveerde Molly-account zie je hier allerlei bestellingen die zijn geplaatst. Als ik dan het geld wil terugbetalen aan een klant, klik ik op de juiste bestelling en dan op terugstorten. Dit wordt dan door de API-koppeling ook gelijk verwerkt in je bestellingsstatus in WooCommerce. En zo stel je dus de Ideal betaalmethode in. Ik raad je aan om dit ook te doen voor de andere betaalmethoden zoals bijvoorbeeld creditcard en PayPal. Ik raad je wel aan om dit dus wel te doen in de testmodus voordat je deze live gaat zetten. Als alles dan naar wens werkt, dan kan je vervolgens de testmodus deactiveren en vervolgens de koppeling maken met Molly met behulp van de live API key. Zorg er daarna nog wel voor dat je op Molly ook nog wat extra gegevens invult, zodat uiteindelijk Molly ook jou kan gaan uitbetalen. Ik hoop dat je iets hebt geleerd van deze video en dat je nu zelf je eigen betaalmethode kunt instellen. Zo ja, hit dat like button. Heb je nog vragen? Laat dan een reactie achter. Wil je meer leren over hoe jij je eigen website kunt maken met WordPress? Op de website wplaunch.nl vind je een gratis handleiding die je kan downloaden. Wil je nou meer van de video? Vergeet dan niet te abonneren en ik zie je graag terug in de volgende tutorial.